Hallo allemaal, ik ben Liv Koenen, ik ben 12 jaar en ik zit in de eerste klas van John de Witt Gymnasium in Dordrecht. Ten eerste, het is een hele eer om hier te zijn. En ja, ik wil vandaag de volgende stelling aan u voorleggen. Ik ben een echte Nederlander. Dat doe ik aan de hand van 3 punten. Ten eerste, wie ben ik? Ten tweede, het clichébeeld. En ten derde, de toekomst van Nederland. Nou, ten eerste, wie ben ik? Ik ben een klein meisje met grote dromen. Ik ben hier geboren en getogen. Ik ben nog in de groei en daardoor maak ik allerlei ontwikkelingen door. Ik ga naar het gymnasium en ik ben 100% Nederlands. En wat ziet u als u mij ziet? Meestal zien onbekenden een allochtoon. Ik krijg namelijk opvallend vaak de vraag waar ik vandaan kom. Barendrecht of Nederland of net uit school is dan nooit het goede antwoord bij die vraag. Blijkbaar bedoelen mensen niet waar kom jij vandaan, maar waar komt je kleur vandaan? Best raar toch dat mensen zich verbazen over dat ik gewoon Nederlands ben. Maar blijkbaar is het voor anderen dus iets dat tekst en uitleg vraagt. Dat heeft denk ik te maken met het volgende punt. Het clichébeeld van Nederlanders. Ik ben dus een Nederlander en ik heb een kleurtje. Bestaat er eigenlijk wel een typische Nederlander? Zijn dat Henk en Ingrid? In het buitenland denken mensen niet aan Henk en Ingrid, maar aan klompen, molens en kaas. Of aan drugs. Kortom, dat clichébeeld is wel erg simpel. De Nederlandse maatschappij bestaat uit ongeveer 17 miljoen unieke mensen, met grote verschillen. In mijn geboortestad Rotterdam wonen steeds minder mensen die lijken op vrouw Antje. Kortom, de maatschappij is enorm veranderd de afgelopen jaren. Dat heeft het clichébeeld niet beïnvloed. Dat is niet mee veranderd. 17 miljoen mensen kun je natuurlijk niet vatten in één cliché. Dat gaat niet. Ik begeef me trouwens in koninklijk gezelschap. Koningin Maxima zei ooit, de Nederlandse maatschappij bestaat niet. Ik voeg daaraan toe, maar het Nederlandse volk bestaat gelukkig wel. En dat brengt me op mijn derde en laatste punt, de toekomst van Nederland. Ik geloof dat Nederland een sterk en flexibel land is. Mijn wens is dat in de toekomst de vraag waar ik vandaan kom een andere lading krijgt. Dat mijn kinderen de vraag niet meer gesteld wordt om mensen te verdelen in allochtonen en autochtonen. Dat lijkt me nergens goed voor. Voor u staat een klein meisje met grote dromen. Het gaat er volgens mij niet om als Nederlander waar je vandaan komt, maar waar je naartoe wilt in dit prachtige land. Wij zijn een maatschappij die ontwikkelingen doormaakt, net als ik. En ik heb er het volle vertrouwen in dat mijn droom uitkomt. Dank u wel.